Wat is de kwestie, Floris? Want we hebben een harpprobleem. En dat zit zo. Het is deze week Kindermuziekweek. En een van de organisatoren is het Leeuworkest. Dat is een heel mooi project waarbij basisschoolleerlingen een instrument leren spelen en orkesten vormen. Nou, dat is begonnen in de Bijlmer in Amsterdam. Dat is in heel Nederland nagevolgd. Maar er is een probleem. Namelijk dat de harp veel te populair is. Veel te veel kinderen willen harp spelen. Er zijn niet genoeg harpen. Hoe komt het dat zoveel kinderen harp willen spelen? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. En nou, wat ik er zo een beetje wonderlijk aan vind. Ik kom een beetje uit het muzikaal milieu. En dan was er altijd een soort vooroordeel over de harp. Dan was de harp een beetje... tuttig. Ja, nou, dat was is inmiddels al lang en breed achterhaald. Ja. Het voordeel is dat kinderen die niet uit zo'n muziekschoolmilieu komen, die zien de harp, die denken, mooi groot instrument, heel veel snaren, prachtig, wil ik ook spelen. En waarom zijn er dan te weinig harpen voor de kinderen? Nou, omdat die leerorkesten, die zijn afhankelijk van gedoneerde instrumenten en van goedkope studie-instrumenten. En nou heb je al een beetje viool voor €80. Dus ja, de meeste violen hier zijn een stukje duurder, maar een studie-instrument, een aardige viool waar je op kunt leren, is €80. Bij een harp is het instapmodel, de goedkoopste harp waar je gewoon fatsoenlijk les op kunt krijgen, is €1300. Dus voor de prijs waarvoor je 20 kinderen viool bijna kan leren spelen, kun je 1 kind harp leren spelen. En dan is natuurlijk de dus keuze die instrumenten die we hier zien, dat zijn harpen? Hier staat een paar duizend euro aan harpen, ja. Wat gaan we eraan doen? Nou, het Leeuworkest heeft een goed idee gevat. En daarvoor zijn ze terechtgekomen bij Joris Beets. Joris Beets is industrieel ontwerper, muzikant, speelt zelf ook harp. En hij heeft een tijdje terug een vrij revolutionaire harp ontwikkeld. Een driehoekige delta-harp. En zij hebben aan Joris gevraagd, Joris, kun jij niet misschien een variant op die harp maken die aanzienlijk goedkoper is, die we in grote oplagen betaalbaar kunnen produceren? Ja. En Joris is hier. En Joris, Joris zei meteen, daar wil ik aan meewerken. Kom erbij. Waarom is zo'n harp zo duur? Ja, het is natuurlijk, het zijn geen hele eenvoudige instrumenten om mee te beginnen. Er zitten veel snaren op en veel haakjes en het is een vrij delicate constructie. Maar het grootste probleem is eigenlijk een soort kip-en-ei probleem. Het is echt een niche instrument. Niet veel mensen spelen het in vergelijking tot mensen die gitaar en piano spelen, et cetera. Dus daardoor zijn die oplages waar die gemaakt worden, dat is altijd per 5 of per 10. Heel veel handwerk. En daardoor blijven ze ook duur. En er gebeurt ook weinig innovatie in dat gebied, in die niche, zeg maar. Dus en omdat ze daardoor weinig gemaakt worden, blijven ze duur. En daardoor gaan ook minder mensen die zomaar oppakken. Dan zit een soort drempel om dat te gaan spelen als ze zo duur zijn natuurlijk. Dus dan zit je in een soort visuele cirkel vast. Hoe ga je dat ontwerp van een gewone harp, zoals we die kennen, hoe kan dat goedkoper? Nou, we zijn het eigenlijk van plan om op 3 manieren te gaan aanpakken. In eerste instantie door het elektroacoustisch te maken. Daardoor heb je eigenlijk niet, je ziet ook een filmpje daar, daardoor heb je eigenlijk geen klankkast nodig. En je kan nog steeds bijvoorbeeld dat instrument thuis spelen zonder versterking. En als je dan met andere of met veel andere mensen moet spelen in een band of in een orkest, etcetera, dan kun je het nog versterken. Maar ja, daardoor heb je dan dus niet die dure, zware, hele delicate klankkast nodig. En dat scheelt al een hoop. Ja, minder materiaal dus. Veel minder materiaal, ja precies. En door het elektroacoustisch ben je ook veel vrijer met de vorm. Dus kun je allerlei andere slimme dingen doen om het heel compact en klein te maken. En heel sterk een driehoek van te maken. En nou ja, de tweede aanpak is door... door het op grotere schaal te gaan doen. Maar dus dat je met het leerorkest in dit geval een paar honderd gaat maken, dan heb je in één keer dat hele economies of scale idee wat dan gaat werken. Waardoor je per harp het veel goedkoper kunt gaan doen. En wordt het dan door een machine gemaakt eigenlijk? Ja, het idee is om dan inderdaad, bijvoorbeeld zo'n driehoek, die kun je natuurlijk vrij makkelijk uit een hele grote plaat, multiplex bijvoorbeeld, kun je dat dan gewoon snijden met een machine. Dan hoef je dat niet met de hand helemaal te gaan verlijmen en heel ingewikkeld in elkaar te gaan zetten. En ook die klanken zijn ook heel ingewikkeld. Dus dat hoef je dan allemaal niet te doen. Het scheelt een hoop. Ja, en het derde is eigenlijk om het ook een soort IKEA-principe op toe te passen. Dat het... Piep, zeggen we dan. Oh, sorry. Ja, een bekend meubel... firma. Okay. Om het op een slimme manier, op een bekende meubelfirma principe toe te passen, uit Zweden. Ga jij ze allemaal in elkaar zetten dan? Nou, omdat op die manier dan, inderdaad door de werkplaats die bijvoorbeeld bij dat instrument, bij dat leerorkest zit, dat die kunnen bijvoorbeeld zelf dan de snaren opzetten. Want wat veel mensen niet weten is dat je om een harp speelbaar te maken, moet je elke snaar wel 50 keer stemmen. Dus als je 30 snaren op een harp hebt, dan ben je 1500 keer aan het stemmen. En daardoor wordt zo'n instrument natuurlijk ook heel duur. Ja. Heel veel werk zit daarin. Wat is de richtprijs voor
de harp die jij gaat maken? Nou ja, zoals je al zei, een goede harp is duizenden euro's en een hele goede harp tienduizenden. En we proberen nu in de honderden euro's te gaan zitten. En dat moet wel lukken als we het op deze schaal kunnen doen en met al die de manieren waarop ik net al doelde. Dus de bedoeling is dat het Neocast genoeg geld bij elkaar raapt om een prototype te maken. Ja. En daar een honderden harp van te maken om al die honderden kinderen die nu wachten op een harp te leren spelen. Ik zit al heel tijd in de kinderen te kijken. Ja. Ik wil ze zo graag horen. Ja, dat gaan ze ook doen. Joris, misschien wil jij alvast installeren. Het is wel leuk om Shirelie nog even te vragen. Misschien wil heel veel opstaan. Jij bent zo'n fan van de harp, maar waarom ben jij harp gaan spelen? Omdat je wordt er blij van. De geluiden zijn heel mooi die een harp maakt. En hoe je het speelt. En het maakt je ook vrolijk. Ah. En welke snaar maakt jou het meest vrolijk? A en C. Oh. Hoe klinkt de C? Ja, dat is wel een hele vrolijke noot. Wat gaan jullie voor ons spelen, Shirley? Wij, met een hele groep. Ja. Shape of You. Dat is een nummer van? Ed Sheeran. Ik laat me horen.